Nu, in de praktijk zullen webbrowsers of kunnen webbrowsers op verschillende manieren de network thread aanroepen. Zo kan bijvoorbeeld de gebruiker kiezen om rechtstreeks in de zoekbalk bovenaan een URL in te geven of bepaalde zoektermen in te geven. De gebruiker kan bijvoorbeeld ook rechtstreeks op een hyperlink klikken. Het inladen van een bepaalde webpagina kan ook aanleiding geven tot extra requests, zoals bijvoorbeeld als er een image tag in de webpagina staat, zal dit ervoor zorgen dat de webbrowser op de achtergrond nog een request zal doen om die afbeelding te downloaden en uiteindelijk te visualiseren. Bepaalde webpagina's kunnen ook JavaScript-code bevatten om op de achtergrond bepaalde requests te gaan doen. Bijvoorbeeld om een JSON-bestand te gaan downloaden die dan uiteindelijk gevisualiseerd kan worden of kan helpen om bepaalde dingen te visualiseren op de webpagina. Er zijn ook dingen mogelijk zoals bijvoorbeeld preemptieve requests door de webbrowser. Dus de webbrowser kan bepaalde acties gaan voorspellen die de gebruiker kan gaan doen. Dus op basis daarvan bepaalde requests al op voorhand gaan doen. Nu, dus die network thread in webbrowsers is dus verantwoordelijk om HTTP-requests te gaan doen. Of voornamelijk HTTP-requests. Dus hierbij zal de browser doorheen de volledige network stack gaan. Dus ook verschillende protocollen gaan gebruiken, zoals DNS, TCP om beveiligde connecties op te zetten, TCP, IP enzovoort. Nu, een request sturen naar de network thread kan ook aanleiding geven tot misschien meerdere HTTP-requests. Bijvoorbeeld als de server een response returnt met een HTTP-header in de 300-range, dan wil dit zeggen dat deze request eigenlijk een redirect aantoont naar een andere webpagina. Dus de webbrowser zal hiervoor deze redirect moeten volgen en nog een extra request doen. Nu, bepaalde requests naar de network thread kunnen zelfs aanleiding geven tot geen enkele HTTP-requests. Als bijvoorbeeld de webbrowser bepaalde webpagina's eerder al gecached heeft. Gebruikmakende van bekende caching headers zoals cache control, etag, last modified enzovoort. Dus hierbij kunnen webpagina's die op voorhand opgeslagen zijn opnieuw gebruikt worden. Nu, de network thread is ook verantwoordelijk om de response van zo'n HTTP-request op te vangen en te verwerken. De eerste stap is hier typisch het identificeren van het mediatype. Dus wat voor een inhoud de response bevat. In ideale gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de content type header. Maar het probleem is in de praktijk, die content type headers zijn soms verkeerd of zijn zelfs helemaal niet aanwezig. En in dat geval zullen webbrowsers terugvallen op MIME type sniffing. Waarbij de browsers eigenlijk zullen kijken naar de eerste zoveel bytes om te proberen achterhalen wat voor een mediatype dit eigenlijk is. Nu, van zodra dat het mediatype geïdentificeerd is, zal de network thread deze respons gaan doorsturen naar het verantwoordelijke proces voor dit mediatype. Als het bijvoorbeeld HTML is, zal het naar het renderproces gestuurd worden om uiteindelijk gevisualiseerd te worden. Als het een zip-bestand is, zal het typisch doorgestuurd worden naar de download manager, zodat het gedownload kan worden op het systeem van de eindgebruiker enzovoort. Nu, een laatste iets wat de network thread ook zal doen, is een aantal beveiligingschecks gaan uitvoeren. Zo is er de bekende safe browsing check binnen Chrome bijvoorbeeld, waarbij de browser een algemene blacklist zal beschikbaar hebben van bekende kwaadwillige websites. Dus van zodra dat er een request gebeurt naar dergelijke websites, zal de browser deze standaard blokkeren.
Een andere check die mogelijk is binnen een network thread is zogenaamde cross-origin resource blocking. Dat is eigenlijk een check die ervoor zal zorgen dat bepaalde onlogische requests eigenlijk nooit zullen uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld als de webbrowser een HTML-bestand wilt gaan visualiseren en daarin staat een image tag. En die image tag verwijst naar een resource. En wanneer de browser die resource gedownload heeft, ziet hij, dat is eigenlijk een JSON-bestand. Maar JSON is niet te visualiseren in een image tag. Dus dat is een response die de network thread standaard zal blokkeren.